Wie moeten wij volgen op Instagram? Ja, ik ben zelf niet zo van de Instagram, dus ik zou dat eigenlijk niet zo goed weten. Als je dan toch iemand moet uitkiezen, zou ik zeggen Richard Branson. Dat vind ik wel een inspirerende gast. Vrolijk, humor, super gedreven, doet hele leuke dingen. Die volg ik op LinkedIn in ieder geval graag. En ik denk dat die ook op Instagram wel zal zitten. Wat is jouw idee van geluk? Ja, dat is zo even zo'n vraag. Ja, ik denk eigenlijk niet dat dat een heel groot en meeslepend iets is. In ieder geval voor mij niet. Maar dat het meer in kleine dingen eigenlijk zit. Ik kan er ontzettend gelukkig van worden als ik gewoon met mijn gezin heerlijk bij Café Amsterdam uitgebreid zit te eten en te lachen. En veel ingewikkelder dan dat hoeft het niet te zijn. Maar dat zijn wel momenten die ik koester. Ja. Wat is jouw minst favoriete dagelijkse bezigheid? Ja, dat is dan toch denk ik wel de hond uitlaten, vrees ik. Wij hebben zo'n dikke Engelse bulldog thuis. Die wil eigenlijk alleen maar liggen snurken de hele dag. En om überhaupt zijn riem om te doen is al een vrij grote uitdaging. En om dan over straat heen te slepen nog meer. Dus daar kijk ik nooit zo naar uit. Maar ja, het moet wel gebeuren, een soort corvée. Ja, dat is het eerste wat mij te binnen schiet eigenlijk. Een nieuwe vraag. Welke interesse zou Bertie in 2022 gehad hebben in de positie van Prins Charles nu? Een leuke vraag. Ja, hij was dol op reizen. En ik denk dat hij dat gewoon nog zoveel mogelijk zou doen. Dat hij extreem zou balen van 2 jaar corona-lockdowns, omdat dat hem beperkt in zijn hele drukke outgoing leven. Ja, en ik denk wel dat hij gefascineerd zou zijn door alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld artificial intelligence of wat dan ook. Hij was zeer nieuwsgierig naar al dat soort zaken. Ja, er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Dus hij zou daar, denk ik, zijn lol op kunnen. Ja. Next. Bertie was bij veel uitvindingen en noviteiten betrokken. Wat was de belangrijkste? Ja, dat is wel leuk. Ik heb daar wel over na zitten denken van wat heeft nou uiteindelijk het meeste impact gemaakt. Ik denk dat als je kijkt natuurlijk naar uitvinding van de auto, waar hij heel nauw bij betrokken is geweest in het promoten ervan, et cetera. Ja, dat is natuurlijk iets wat je tegenwoordig niet meer weg kan denken. Maar ja, bijvoorbeeld ook iets als simpels als de fiets. En draadloze telegrafie, het zijn allemaal dingen die ontzettend veel betekenis nog steeds hebben, direct of indirect in ons dagelijks leven. En ik vind dan zelf eigenlijk de meest charmante toch wel de fiets. Omdat dat gewoon ja, al eigenlijk sindsdien vrijwel ongewijzigd is en nog steeds zoveel mogelijkheden biedt aan mensen om toch mobiel te zijn. En dat heeft ook altijd iets vrolijks, vind ik. Dus misschien moeten we het daar maar ophouden, op die mooie tweewieler. Zeg eens, wie was Prins Bertie in 1 zin? Ja, dat was iemand die 60 jaar lang heeft moeten wachten tot hij de troon mocht betreden. En die tijd heeft benut om zoveel mogelijk te genieten van het leven. Waarbij hij heel veel schandalen heeft veroorzaakt, maar ook heel veel mooie, interessante dingen heeft meegemaakt en een actieve bijdrage aan ja, de uitvinding van de moderne wereld. Nou, laatst alweer. Denk je dat Bertie in de snelst veranderende tijd ooit leefde? Ik denk het eigenlijk wel. We zeggen eigenlijk nu heel vaak tegen elkaar van hè, er is nog nooit zoveel, zo snel, zo diepgaand aan het veranderen geweest. Maar eigenlijk als je er probeert wat feitelijker naar te kijken en ziet wat rond de eeuwwisseling, hè, eind 19e eeuw, begin 20e, wat de belangrijkste periode eigenlijk ook was in zijn leven, allemaal veranderd is en wat voor impact dat heeft gehad op het dagelijks leven van mensen, dan is denk ik naar verhouding, het is lastig om dat natuurlijk heel hard te maken, maar dat toen
een grotere impact had, alles bij elkaar opgeteld, dan nu. Ja, dat is dan toch altijd wel weer een mooi moment om dan je eigen boek in handen te hebben. Dat vervult me dan toch wel met, ja, trots eigenlijk.